Goedenavond, van harte welkom bij deze avond waarin wij een kapitale draai gaan geven aan de circulaire economie. Een avond georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en het Sustainable Finance Lab. Mijn naam is Rens van Tilburg en wij gaan deze avond in twee blokken opdelen. Eerst spreken wij met de circulaire koplopers, pioniers, de ondernemers over hoe het hen afgaat en welke financiële problemen zij daar ook bij tegenkomen. En in de tweede helft gaan we spreken met de financiers. En dat alles met het idee, hoe kunnen we die financiering van die circulaire economie verbeteren? En de voorzetten daarvoor die gaan komen van Elise Achterberg, die vanavond haar werk presenteert. Eigenlijk een community of practice, zoals dat heet, waar ze samen met duurzame ondernemers en financiers 2 jaar lang eigenlijk allerlei plannen heeft ontwikkeld. En die gaan we vanavond op hun realiteitswaarde toetsen. Vanuit huis kunt u overigens meedoen, vragen stellen. Daarvoor moet u naar menti.com gaan. En als het goed is, verschijnt in beeld het nummer wat daarbij gebruikt kan worden. En dan kan ik die vragen hier het gesprek in brengen. Een gesprek wat in eerste instantie gevoerd gaat worden met Maurice van Galen, CEO van Homey. Van harte welkom. Dankjewel. En Charles Mander, de CFO van Felix. En mag ik jullie allebei vragen om even heel kort en kernachtig neer te zetten wat jullie onderneming behelst. Maurice, mag ik met jou beginnen? Ja, wij zijn een start-up. We staan nu sinds 2016. En wij leveren witgoed, huishoudelijke appliances, op basis van pay-per-use. Dus waarbij de gebruiker betaalt. En waarbij we een onderscheid hebben gemaakt in het type was die bijvoorbeeld gedraaid wordt door de gebruiker. Waarbij een was op een hogere temperatuur een hogere prijs heeft dan een was op een lagere temperatuur. Dus wij motiveren de gebruiker om duurzamer te wassen. Dat is wat we doen. We hebben nu over 3000 klanten. Oké. Nou mooi. We gaan het zo direct verder over hebben hoe dat precies gaat. Ja. Waar jullie tegenaan lopen. Charles. Ja, Felix. Wij verhuren e-mopeds aan consumenten. Die zijn allemaal elektrisch. En de batterijen worden opgeladen door met mensen in elektrische busjes en met duurzame elektriciteit. Wij weten dat electric mopeds zijn de meest duurzame manier van micromobility. Veel duurzamer dan stepjes delen of fietsen delen, etc. En wij hebben nu ongeveer, nu hebben we 5500 mopeds in 13 steden. En de volgende paar maanden gaan we 7 nieuwe steden lanceren met nog 2500. Dus straks hebben we 8000 mopeds. Ja. Dus daar lukt wel iets met de financiering. Daar gaan we het zo nader naar kijken. Maar niet voordat wij Elise Achterberg hebben gehoord, die vanavond 2 keer langs gaat komen met 2 presentaties. En deel 1, Elise. Dankjewel. Goedenavond. Ik wil jullie deze avond heel graag meenemen op reis. Op een reis naar de toekomst. Maar die toekomst, waar komen we eigenlijk vandaan? We komen uit een lineaire economie waar we grondstoffen uit de grond halen en daar in elk stapje. Doet deze het? Nee. Nee, mijn klikker doet het. Ja, doet het wel. Ja. Waar we dus in de lineaire economie grondstoffen uit de grond halen en in elk stapje omhoog waarde toevoegen, onderdelen maken waarvan we uiteindelijk producten maken. En na een heel kort leven flikkeren we die producten gewoon op de afvalberg, de heuvel af, waarbij we alle waarde in 1 keer vernietigen en daarbij ook nog eens het milieu enorm vervuilen. En het verdienmodel daarachter is zoveel mogelijk producten verkopen die bijna stuk zijn. Hier komen we vandaan, maar we gaan ergens anders naartoe. In de toekomst gaan we op een fundamenteel andere manier zaken doen. We gaan producten en diensten ontwerpen die dematerialiseren. Wat is dat? Dat betekent dat we diensten en ervaringen gaan verkopen die gebaseerd zijn op het behouden van de producten die we al hebben. Dus de waarde van die producten zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk houden. Maar dat kan alleen
als we het verdienmodel niet langer laten afhangen van een zo hoog mogelijke afzet van bijna kapotte producten. We moeten ons verdienmodel juist laten afhangen en gaan koppelen aan duurzaamheid en optimaal gebruik van grondstoffen. Het verdienmodel, wat daarbij tot nu toe het beste werkt, noem ik het liefst het circulair dienstmodel. Ook wel bekend als product as a service. En een bedrijf met een circulair dienstmodel levert het resultaat van een product en dus niet het product zelf. Bijvoorbeeld schone was en dus niet de wasmachine. Het product, de wasmachine, blijft eigendom van de dienstverlener. En terugname van dat materiaal is daarom dus gegarandeerd. Maar ook neemt de dienstverlener verantwoordelijkheid voor onderhoud, reparatie en energieverbruik. En er wordt dus betaald voor gebruik in plaats van bezit. Dus je betaalt per wasje en niet voor de wasmachine. De werkelijke behoefte wordt zo centraal gesteld en dus niet de productbehoefte. Geen afzet meer, maar omzet. En als we nog een stapje verder gaan, die toekomst in, verdwijnt eigendom eigenlijk helemaal. En die wordt ingeruild voor collectieve verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor gebruik van grondstoffen en levensduur wordt gelegd bij diegene die er het meeste invloed op heeft. Dus stel dat we in de toekomst nog steeds gebruik maken van wasmachines voor schone was. En het bedrijf dat bijvoorbeeld de motor van die wasmachine levert, neemt die verantwoordelijk voor het functioneren van de motor en terugname van die motor. En ook, daar wordt die ook voor beloond. Dus voor elk wasje krijgt hij een beloning. Dus hoe langer zijn motor functioneert, hoe langer hij eraan verdient. Dit is echt heel anders dan de manier waarop we het nu doen, waarbij verantwoordelijkheid voortdurend weggeschoven wordt op het moment dat er een product verkocht wordt. Dus verkoop is het wegschuiven van verantwoordelijkheid. Maar of een product geschikt is voor maximaal gebruik, is afhankelijk van de kwaliteit van dat product en de vervangbaarheid van zijn onderdelen. En daarmee dus afhankelijk van de hele keten. En het organiseren en coördineren van zo'n keten en samenwerking van zoveel spelers vereist een hoge mate van afstemming tussen al die partijen. En dat gaat dus gepaard met een hoge kosten voor administratie, voor het managen van contracten, het managen van geldstromen, van informatiestromen en van materiaalstromen. Daar hebben wij iets op verzonnen. Het heet de Size App, het Circular Service Distributie App, wat we samen hebben ontwikkeld met een groep uitvinders, zou ik ze het liefst willen noemen. Financiële, juridische en circulaire uitvinders. En deze Size App kan deze kosten drastisch verlagen en verandert ook de relatie tussen dienstverleners en gebruikers fundamenteel. Hoe werkt het? Laten we schone was nog een keertje als voorbeeld nemen en de wasmachine. Homey bijvoorbeeld hier aan tafel levert wassen als een dienst. En waarbij dus de gebruiker betaalt per wasje. En als de gebruiker dus kiest voor een Homey-dienst, wordt die gekoppeld aan de Size-app en dan wordt die gelinkt aan een digitale wallet waarmee hij dus al zijn wasjes kunt gaan betalen. Deze betaling wordt automatisch via een smart contract verdeeld over alle bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van die dienst. Dus dat kunnen onderhoudsdiensten zijn of de leverancier van de wasmachine of andersoortige diensten zoals wasmiddel of energie. Er is geen centrale partij die dit hoeft te coördineren, waardoor heel veel kleine transacties ineens goedkoop of in ieder geval betaalbaar worden. Maar bovendien wordt er transparantie gecreëerd, waardoor er vertrouwen kan ontstaan tussen al die partijen, waardoor er samenwerking kan komen. Deze dienstmodellen zijn echter nog steeds erg lastig te financieren. Hoewel het erg lijkt op verhuurconstructies of leaseconstructies die we al kennen, bijvoorbeeld voor auto's of grote bouwmachines, zijn de circulaire dienstmodellen op belangrijke onderdelen anders.
Namelijk, de producten die worden aangeboden zijn meestal van lage verkoopwaarde. Denk aan telefoons, scooters, wasmachines, koptelefoons. Die zijn van veel lagere waarde dan bijvoorbeeld auto's of die dure bouwmachines. Maar ook hebben circulaire producten een restwaarde. En bovendien zijn ze apprecierend. Misschien niet altijd, maar ze kunnen in waarde stijgen. En niet alleen in waarde dalen. Vanwege upgrades of reparaties. Dit is fundamenteel anders dan traditionele depreciërende assets. Die worden afgeschreven tot nul. En waarbij de assets gewaardeerd wordt op weggooien en een nieuwe kopen aan het eind van de levensduur. Omdat er nog geen modellen bestaan om deze apprecierende assets te waarderen, zijn op dit moment deze producten ongeschikt als onderpand voor financiering. Maar ook operationele risico's zijn anders, want de cashflows komen in per gebruik. Dus soms per minuut, soms per kilometer, soms per wasje. En zijn dus heel erg onzeker. Bovendien worden dus de verplichtingen complexer, omdat er steeds meer partijen collectieve verantwoordelijkheid nemen voor het gebruikte product. Er zijn een aantal koplopers, waaronder Homi en Felix. Ik ben heel blij dat ze bij ons zijn vanavond. Die het proberen anders te doen. Maar ook zij lopen tegen grenzen aan en opereren in een lineaire realiteit, waarbij op een lineaire manier nog wordt gekeken naar hoe we bedrijfsvoering doen en hoe we financieren. Ik ben heel benieuwd hoe zij aankijken tegen dit toekomstperspectief en welke obstakels zij nog hebben en hoe zij de rol van financiering hierin zien. Dankjewel. Dankjewel, Elisa. En dat zijn precies de vragen waar we het over gaan hebben. Want ik zit hier aan tafel met twee verantwoordelijke ondernemers, als we het verhaal van Elisa zo horen. Want jullie gooien niet die spullen weer van die berg af, maar proberen ze daar te houden en zo lang mogelijk daar waarde aan toe te voegen. Het verhaal wat Elisa schetst is er een van ondernemers die dus ook daardoor in staat zijn om eigenlijk veel betere milieuprestaties te leveren met die producten. Is dat nou ook iets wat daadwerkelijk lukt in de praktijk? Wie mag ik daar eens over de eigen praktijk horen? Wij kopen de mopeds en we krijgen een lease. We leasen ze dan voor een groot deel, 85% van de banken. En de bedoeling is dat wij na 5 jaar zijn ze op. Ja, en dan, ja, maar wij hopen, wij weten dat er zijn van onze type moped, er zijn andere bedrijven die hebben dat al 9 jaar lang. Dus ja, in onze financiën, ik ga vanuit dat, daar heb ik niet in mijn budgets of zo, maar ga vanuit dat over 5 jaar dat ik bijna een gratis moped heb, die ik dan kan verder gebruiken en ook verhuren aan de mensen. Ja, dat lijkt me een goed idee, toch? Ja, zeker. Maar het is nog steeds, in dit verhaal, als ik het zo hoor, is het nog steeds, jullie kopen een moped. Je kijkt hoe lang je die kunt gebruiken. Precies. Maar zit er vanuit, want op zich, hoe lang, je hebt het nu over 9 jaar die het eigenlijk kan zijn. Maar jullie hebben een prikkel om dat eigenlijk proberen nog langer te maken. Absoluut, wij hebben een prikkel om het langer te maken. Wij zien dat wij repareren de mopeds regelmatig. Onderdelen moeten vervangen worden. Maar dat is veel minder dan de ouderwetse benzinemotoren. De benzinemotoren zijn veel complexer. Er zijn 2000 onderdelen alleen maar in de motor. Ja. Ja, electric mopeds, zolang je de remmen en de banden goed doet, ja, die kunnen heel lang mee. En wat we zien is, we monitoren per moped wat is de reparatiekost per kilometer. En we zien dat het niet stijgt hoe ouder de dingen zijn. We hebben sommige van onze mopeds hebben nu al 20.000 kilometers gedaan. Het kost net zoveel per kilometer als de nieuwe. Ja. Dus na de eerste 3 maanden, zeg maar. En hetzelfde met de batterijen. De batterijen je begint met 100% capaciteit en dan redelijk snel gaat het naar 95%. En dan blijft redelijk lang dat. Dus wij zien onze oudste mopeds, die zijn 3,5 jaar lang, die zitten nog steeds op 95%. Terwijl onze warranty tegen die tijd, we hadden verwacht dat we nu op 70% waren. Ja. Dus wij hebben echt een prikkel om de dingen niet over te chargen of te vaak te chargen of in de kou te chargen, al die dingen. Zodat wij
zo lang mogelijk met die dingen mee kunnen doen. Ja. Want de fabrikant van die mopeds, waar zit die? Of wie in is dat? China. Die zit in China. Ja. En hebben jullie daar ook een gesprek mee over hoe het nog langer mee kan, die mopeds? Die zijn niet zo open voor dat op dit moment. Ja, zij verkopen heel veel van die mopeds. Ja. En op dit moment hebben zij dat extra prikkel niet. We weten, dus dat is niet echt onderdeel van het gesprek. Nee. Dus levensduur, dat is voor de fabrikant nog niet een issue. Het is wel toen we hebben gekozen tussen verschillende mopeds, we hebben zeker dat meegenomen in onze beslissing om welke we hebben gekozen. Ja. Ja. Want we hebben hiervoor een ander gehad. En die was echt vervelend. Die was continu stuk. En we konden niet heel lang heel veel mopeds hoge operationality halen. En de onderdelen waren heel duur. Ja, dus jullie hebben zelf gekeken van welke heeft die beste levensduur. En dus die prikkel heeft gewerkt in zoverre. Ja, voor ons is die prikkel er ook. Ook voor onze klanten. Om de machine zo lang mogelijk mee te laten gaan. Maar er zijn ook wel dingen waar je tegenaan loopt. Hè. Er is ook innovatie. Sinds 1 maart vorig jaar is er een nieuw labelingssysteem uitgekomen, energielabels. Dus dat betekent dat een wasmachine die toen een A++ label had, in één keer een D-label krijgt. Nou, dus een stimulatie voor de fabrieken om weer een duurzamer apparaat te gaan ontwikkelen. In ieder geval een apparaat wat minder energie verbruikt. Maar ja, daar heb je dan wel ook voorraad van. Hè? Dus dat betekent dat die apparaten op een gegeven moment ook wel weer afgestoten moeten worden. Dus innovatie is wel belangrijk, dat je daar mee kunt blijven gaan met het product wat je ook hebt. En verder, wat we ook wel zien, dat wij niet heel veel invloed hebben op de fabrikanten als het gaat om levensduur. Met name wel op energieverbruik, want daar wordt men op afgerekend. Als je het product wil verkopen, is een label, energielabel heel erg belangrijk. Maar de levensduur, hoe lang die machine meegaat, veel minder. Want je bent uiteindelijk, je prikkel is om gewoon die doos nog een keer te kunnen schuiven in de toekomst. Alhoewel er wel apparaten zijn die misschien 20, 30 jaar mee kunnen. Die bestaan al. Maar ja, daar hoort ook een prijskaartje aan. Dus ja daar moet je uit zien te komen. Ja. En je geeft aan, die is steeds die innovatie. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat wat dat betreft een wasmachine die 20 jaar meegaat, die is misschien na 5 jaar is alweer ingehaald qua elektriciteitsverbruik. Ja, door... Nou, we hebben dus vorig jaar een hele grote stap gehad. Dat is met die labelsprong. Dat is wel redelijk uniek. Maar ja, wel positief natuurlijk dat de sector gedreven wordt om verder te verduurzamen. Maar ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar zijn er andere manieren waarop jullie klanten eigenlijk tot duurzamer gebruik van zo'n wasmachine aan kunnen zetten? Ja, zeker. Als je het over circulariteit hebt, dan is het natuurlijk ook de eindgebruiker heeft ook een verantwoordelijkheid. Dus niet alleen de fabrikant die het product maakt, maar ook van hoe ga je met dat product om. En wij stimuleren dus door middel van pay-per-use. We hebben een ingebouwd stukje techniek in ieder apparaat. In ieder geval de wasmachines en de drogers, want die ronden ook een cyclus af. En daar zit een stukje techniek in. Dat is een beetje techniek vergelijkbaar aan dat Size-platform waar Elisa had. Ja, zeker. Dus er wordt een soort van tracker ingebouwd. Wij meten data. Wij weten dus exact welk type was de klant heeft gekozen. En we stimuleren door middel van pay-per-use. Een koude was is in dit geval goedkoper dan een warme was. En we weten ook precies welke wasjes gedraaid zijn. Ja, dan stimuleer je ook dat mensen kouder gaan wassen en minder verbruik hebben. En is ook weer beter voor de machine. Ja. Dus, nou, mooi om te horen. Dus inderdaad, dat werkt. Die verantwoordelijkheid houden en proberen dat dan zo'n product zo lang mogelijk, zo duurzaam mogelijk te gebruiken. Maar er komt nog iets bij, hè? Dus sorry dat ik je onderbreek, maar er komt nog iets bij als een machine terugkomt bij een klant die zijn abonnement wil stopzeggen. Dan wordt die machine weer helemaal opnieuw in orde gemaakt, gerefurbished, onderdelen vervangen die nodig en krijgt weer een tweede leven in plaats van dat hij op de schoothoop belandt. Ja. Ja, nee, precies. En ik begrijp ook veel van jullie klanten, dat zijn expats, dus die zouden anders... Ja, dat is ongeveer de helft. Hè. We hebben veel expats omdat die vaak een tijdelijke oplossing nodig hebben. En wij zijn nu ook ons meer aan het focussen buiten de expats op de Nederlandse klant. En dat hij ook vanuit een stukje idealisme en duurzaam gedrag ook voor ons kiest. Ja. En niet vanuit het flexibiliteitsoogpunt alleen. Ja. Ja. Hey, en jij gaf aan, hè, jullie hebben zelf een technologie ontwikkeld vergelijkbaar met dat Size, waarmee je dus eigenlijk continu in de gaten kan houden wat gebeurt er met de apparaten. Ja. Jullie hebben vast ook een dergelijk systeem. Ja. Wat Elisa beschreef was eigenlijk dat om zo'n circulair dienstmodel te hebben, er eigenlijk heel veel ondernemers samen moeten werken om zo'n aanbod tot stand te brengen. En dat er dus ook allerlei
waarbij afspraken onderling gemaakt moeten worden. Ze moeten elkaar in zekere zin in de gaten houden, die transparantie. Ja. Moeten betalingen gedaan worden. Is dat nou ook iets waar jullie met jullie eigen model dan op die manier dat kunnen doen? Ja, of? Ja, ik kan er wat over zeggen. Ja, voor ons is het... Het is een heel goed plan. Alleen wij zijn natuurlijk al een paar jaar geleden begonnen. Dus we hebben inmiddels ons eigen platform gebouwd. En in zo'n platform heb je bijvoorbeeld ook een betaalprovider met een banklicentie zitten. Al die wasjes, al die data die we krijgen, worden omgezet in kleine factuurtjes. Ja, dat kun je natuurlijk niet met bijvoorbeeld Ideal-transacties doen, want dan is het onbetaalbaar. Dus dat zit allemaal geïntegreerd. En dat is een van de grootste investeringen die we hebben gedaan. Los in het machinepark is het platform om dat te kunnen doen. En dat staat. En wat Elise ook beschreef, je hebt natuurlijk een hele keten van allerlei partijen. Wij doen op dit moment nog heel veel zelf, omdat we natuurlijk richting scale-up gaan. We willen dus ook het afleveren, al dat soort dingen doen zelf, service, repareren. Maar op een gegeven moment kun je natuurlijk met meer partijen gaan werken en dingen uitbesteden. Dan wordt dat ook makkelijker, ja. Die informatie kunt delen. Ja. Ja. En dat jullie platform kan dat, die kan die extra partijen erbij hebben? Zeker. Hoe is dat bij jullie georganiseerd? Ja, niet zo ver volgens mij. Wij hebben heel veel data en we delen dat. Heel veel, dus de banken kunnen meekijken precies waar onze mopeds zijn. En ook onze manufacturer kan ook kijken hoeveel wordt gebruikt en et cetera. Maar op het moment wij zouden de toekomst een betere afspraak met allebei kunnen maken. Zodat je ietsje strakker kunt zetten. En zeggen, oké, wij betalen voor meer... beschikbaarheid. En dan wij willen daarvoor betalen. Ja, op dit moment, dat zou heel lastig zijn om dat in ons model te zetten en dat heel strak te houden. We kunnen een afspraak nu maken, elke kwartaal een afrekeningsom doen. Dat doe ik nu met de verzekeraar bijvoorbeeld. We betalen per kilometer. Maar dat is lastig en vervelend en heel veel administratie. In de toekomst zou je dat met micropayments kunnen doen. Ja. Ja. Dus dan zou zo'n size-model daar een oplossing voor kunnen zijn? En ik weet, is jullie platform voor anderen beschikbaar? Of? Nee, zover zijn we nog niet. Ja, ik weet niet of een size-programma, of dat één size-fit-all zou werken. Ik kan me voorstellen dat ons systeem zouden we uitbouwen met delen van wat in de size-programma zitten. Maar of je dat echt zou... Ik wil niet noodzakelijk dat mijn concurrent ook op hetzelfde systeem zit. Nou, of dat zeker een nieuw concurrent, mijn bestaande concurrent, ietsje anders misschien. En ook als je wasmachines en mopeds op hetzelfde systeem hebt, ja, hoe werkt dat? Dan is het waarschijnlijk veel te complex. Je bent bang dat als je op dat systeem zou zitten, dat dan de concurrent mee kan kijken in jouw data allemaal. Nee, dat niet. Heeft dezelfde wallet gebruikt je bijvoorbeeld. Dat kan. Ja, dat kan. Maar dat banken zullen... Ja, nu kijken ze naar ons en zeggen, oké, jullie zijn Felix winstgevend in Nederland. Oké, dus dat betekent dat als een nieuwe iemand stapt op en zegt, ik wil iets beginnen in Nederland. Ja, dan geeft de bank nu al wat comfort. Maar als ze dan direct in de detail kunnen kijken, dan geeft ze nog meer comfort. En dan misschien help je de concurrent nog meer in de opgang. Ja, ja. Hey, de bank is nu al een paar keer gevallen, die instantie. Die komt zo direct ook aan tafel zitten, maar nu nog niet. Dus nu kunnen we het ook over de bank hebben en andere financiers. Wat Elisa in haar inleiding ook aangaf, is van dit circulaire dienstmodel heeft wel wat eigenaardigheden. Het heeft een hoop voordelen vanuit duurzaamheid gedacht. Maar het maakt het ook niet altijd makkelijker om de boel gefinancierd te krijgen. Ze noemden de appreciërende assets, de zaken die meer waard worden in plaats van minder. De cashflows die nogal aan het fluctueren zijn. Je hebt niet één verkoopmoment. Ja. Die complexe verantwoordelijkheden tussen de verschillende betrokken ondernemers. Nou, dat zijn allemaal dingen die maken het ingewikkeld financieel. Is dat inderdaad wat jullie ook in de praktijk tegenkomen? Ja, zeker. Dat is ingewikkeld. Wij hebben zelf een niet private equity, maar een informal investor, gelukkig. Is dat een idealistisch iemand? Nou ja, een stukje idealisme heeft hij wel. Hij zit nu ook te kijken, maar zeker een stukje idealisme. Dat heb je wel nodig, want het is lange termijn. En je moet in het begin veel investeren, dus kapitaalintensief. En natuurlijk kun je met banken gesprekken voeren, maar die bank zegt, ja, ik wil rente meteen van dag één. En daar moet ook wat afgelost worden. En dat is nog even lastig in het begin. Dus het is vooral investeren en een lange termijn.
Het voordeel is, het is wel recurring wat we doen. Dus het is een recurring omzet. Dus je ziet recurring? Moet je recurring nou betekent dat er terugkerend patroon zit in je omzet en in je inkomsten. Maar we hebben natuurlijk ook wel met banken gesproken. En een stukje idealisme is er wel bij nodig, waar je ook wat langer termijn wil kijken. Want jullie zitten nu op 3000 apparaten die jullie gezet hebben. Kijken een hoop mensen. Ja. Dat worden er morgen, willen ze nog 3000 erbij. Ja. Is dat iets wat jullie dan zo gefinancierd hebben? Ja, nu krijgen we dat wel voor elkaar. Ja, maar als die schaal, als je verder Europa in zou gaan, dan moet je er wel investeerders bij zoeken. Ja. Dus wij zijn ook continu op zoek naar goede investeerders. Ja. Ja, zeker. Dus dat soort gesprekken heb je. En wat is daar de ervaring mee? Staan ze al te springen? Ja, we hebben één grote investeerder en wat kleinere investeerders. Wat je ziet nu is, we zijn nu een aantal jaar bezig, maar ja, onze omzet groeit flink. En we kunnen ook wel zien dat we nu met het bouwen van de platform, dat is allemaal afgerond. Hè. Dus we hebben heel veel scale-up zaken hebben we dat nu voor elkaar. Dat was een grote investering. Dat is een gigantische investering. Ja. En we zijn gewoon nu klaar om op te schalen. En het is best wel voorspelbaar wat we doen. En ook qua kosten. Dus we hebben het wel zo georganiseerd dat we de kosten behoorlijk stabiel kunnen houden. En dat nu iedereen machine wel echt extra op gaat leveren. Maar de machine moet wel gekocht worden, uiteraard. Ja. Ja. Nee, dat is allemaal. En daar is geld voor nodig. Ja. Positieve verhalen wat de financiers die meekijken allemaal horen. Ja, de inkomsten gaan binnenkomen. En daar als na 5 jaar de mopeds zijn afgeschreven, dan begint ook het financiële feest echt. Jullie zijn al flink aan het groeien. Ja. Dat lukt dus blijkbaar financieel. Kun je iets vertellen over hoe jullie ervaringen zijn? In hoeverre zeg maar de door Elisa Achterberg geschetste problemen ook jullie... Ik denk het is vergelijkbaar. Het is lastig in het begin om... Ja, je moet mensen overtuigen om hun moeilijk verdiende geld te investeren. En wat de founders bij ons hebben heel slim gedaan, is ze hebben wel een split gemaakt tussen de working capital. Dat hebben ze gefinancierd met equity. En de mopeds hebben ze altijd met debt kunnen financieren. Dus we hadden in het begin kleine bondholders in separate vehicles. En dat was heel goed in het begin. En nu, na een tijdje hadden we genoeg bewijs dat het werkte in de grote steden in Nederland. Dan konden we naar een groot bank gaan en zeggen, oké, dit is onze plan, kom je mee. Want dan hadden we 2 jaar zo'n cijfers en dan waren ze geïnteresseerd. En nog steeds, we zijn met Rabo en we zitten niet in hun normaal tak. We zitten in een special scale-up tak, die helpt ons. En dat werkt voor dan Nederland. Maar dan als je naar Duitsland gaat, dan zeg je, ja, maar we weten niet hoe het Duitsland is. Dat is ook waar. Oké, dus dan moet je dan veel meer met equity S doen. Of we hebben een ander bankier kunnen vinden die ietsje meer risico wilde nemen. Ja, je moet daarvoor betalen. En dan is dat, is dat een Nederlandse bank? Nee, dat is Peak. Dat is een Duits bedrijf eigenlijk. Maar dan ga je naar Frankrijk en oké, dan moet je nog iemand vinden. Weet je, dus omdat de Rabo is heel geïnteresseerd en wil helpen, maar is altijd maar niet te snel. Oké? Terwijl wij willen heel graag groeien. Ja, ja, ik dacht dat die Nederlandse banken juist altijd de Nederlanders de hele wereld over volgden, zeg maar, met hun uitbreidingen. Maar dat is niet. Ja, dat is waar, dat doen ze. Maar ja, het liefst willen dat iemand anders de kop afbijt, zeg maar, in de nieuwe risico. Land. En na een jaar, dan willen ze wel instappen. Ja. Dus, Maar als ik jouw verhaal zo hoor, het is allemaal gelukt tot nu toe. Zijn er momenten geweest dat je dacht van, goh, die financiering, ja, gaat het wel lukken? Of? Want je wil zoveel groeien. Ja. Je ziet zoveel potentie. I mean, wij geloven in ons product. Ja. Wij zien dat niet alleen in Nederland, maar andere landen, die komen allemaal met ook de vergunningen en systemen. En je wilt daar zijn, het liefst voor de vergunningen, maar zelfs meedoen met de vergunningen. Anders zijn de steden dicht voor meerdere jaren. Ja. Ja, dus jullie zouden eigenlijk harder willen gaan dan jullie nu gaan. We groeien heel hard, maar je wil altijd harder. Ja. Maar aan de andere kant, je wil ook je bedrijf niet, je wil niet overstretchen. Je wil niet te veel risico nemen. Ja. Dus dat is altijd de afweging. Maar financiering is voor jullie wel een rem op de groei op dit moment. Ja, ja. Zowel equity als debt. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, de tijd is omgevlogen. Ik heb wel nog een vraag gekregen uit het publiek. Dat gaat over de mopeds. Dus dat is een vraag aan jou, Charles. Namelijk over het begin van de keten. Hoe verantwoord zijn de onderdelen qua grondstoffen, eerlijke prijs, vervoer uit China, dat soort zaken? I mean,
Het is raar dat de grondstoffen komen uit Afrika. Die worden verplaatst naar Korea. Worden die een beetje op een verantwoorde manier in Afrika uit de grond gehaald? Dat zeggen onze partners, ja. We hebben nog niet zelf dat kunnen testen. We zijn een studie aan het doen samen met EY nu over de lifecycle analysis. En daar gaan we één niveau dieper. Maar dan moeten wij... Wat is één niveau dieper? Nou, nu kijken wij naar Nieuw. Ja. Nieuw koopt in batterijen van Panasonic in Korea. Dus dan moet zij gaan dan door naar Panasonic en gaan kijken of dat goed is. Maar dan moet je eigenlijk nog een niveau dieper en kijken of Panasonic het goed hebben ingekocht van mensen die uit de grond halen in Afrika. Ja. Dus wij kunnen niet alles bewijzen op dit moment. Dat is iets wat wij in de toekomst juist willen doen. Ja, waar jullie mee bezig zijn. Ja. Ja. Oké, okay, hey, ik moet het helaas hierbij laten. Dus ik dank jullie zeer. Blijf nog heel eventjes zitten. Ja. Want dan gaan wij naar de tweede presentatie van Elisa Achterberg. Elisa. Dank je. Ja, nou, we hebben heel veel mooie, interessante dingen gehoord. Maar hoe ziet financiering er nou uit in deze circulaire toekomst? De Size-app automatiseert dus betalingen en contractadministratie. En zo ontstaat er dus een transparante boekhouding met informatie over inkomsten en uitgaven over het gebruik van een specifiek product. En deze boekhouding zou huidige financieringsvormen kunnen ondersteunen door data te gebruiken die meer zekerheid biedt voor financiers. Maar er kunnen ook hele interessante nieuwe financieringsvormen mogelijk worden. Om bij het begin te beginnen, data-based financieren. Dus die betaalpatronen die uit de app worden gegenereerd, die kunnen enerzijds inzicht geven over de technische levenscyclus van een product, maar dus ook in hun financiële levenscyclus. Er kunnen dashboards worden gemaakt, specifiek voor financiers, waarin bijvoorbeeld informatie over een asset wordt weergegeven. Je ziet hier een voorbeeld van een elektrische BMW, waar informatie staat over de inkomsten die deze specifieke asset tot nu toe heeft gegenereerd. Maar ook over winstverwachtingen in de toekomst. Maar ook bijvoorbeeld informatie over de dienstverleners die betrokken zijn rondom deze asset. En bijvoorbeeld een log van events over onderhoud of gebruik of reparaties. Je zou ook kunnen gaan inzoomen op de performance van de asset zelf, waar je dus de waarde kan gaan weergeven, de tijd waarop de asset in gebruik is, of de tijd juist waarop de asset stilstaat, wat ook heel belangrijke financiële informatie is. Of je zou kunnen gaan inzoomen op gebruikspatronen. Het historisch gebruik van een asset. Je kan deze gaan benchmarken tegen gemiddeldes van andere assets of juist andere gebruikers. En daarmee kun je dus ook projecties gaan doen op gebruikspatronen in de toekomst. Waardoor je dus ook grip gaat krijgen op de cashflows in de toekomst. Of bijvoorbeeld naar de type producten die het meest worden gebruikt. Welke wasjes worden nou het vaakst gebruikt? Wat voor soort ritjes maken die scooters nou het meest? En dat zeg maar met heel eigenlijk simpele datapunten die door zo'n app worden gegenereerd, kun je heel veel financiële informatie destilleren. Maar dus ook nieuwe financieringsvormen zijn mogelijk. Als je de financier ook direct gaat betalen uit die gebruiksfee, wordt eigenlijk de financieringsvorm zelf ook aangepast naar het circulaire model. Wat verandert er dan? Of wat is er anders met gewone financiering? Als je het op deze manier gaat doen, financier je dus niet het bedrijf, maar de asset die voor die uitkomst zorgt. Iedereen kan dan ook gaan investeren. Dus ook de gebruikers bijvoorbeeld, die hun spaargeld graag ter beschikking stellen. Of de fabrikant die zijn asset ter beschikking stelt en op die manier financier wordt en terugbetaald wordt uit de fee. Of natuurlijk gewoon financiers die we al kennen. En het hebben van een belang in zo'n asset, bijvoorbeeld voor de gebruiker, heeft ook een upside. Namelijk dat die gebruiker misschien meer verantwoordelijkheid voelt voor zijn product om er goed mee om te gaan. Wat verandert er nog meer? Een belangrijk wat anders is dat de terugverdientijd of de financiële winst ook afhankelijk wordt van de prestatie van de asset.
En op die manier wordt dus die circulaire prikkel voor assetprestatie en lange termijn ook doorgetrokken naar de financier. En tenslotte, elke asset krijgt op deze manier zijn eigen financieringsmix. Dus de wasmachine heeft een eigen groepje financiers, per wasmachine dus. Maar het kan allemaal nog veel radicaler worden. Je kunt circulaire assets ook bundelen. Omdat ze allemaal vergelijkbare karakteristieken hebben, kun je ze bundelen in een portfolio of portefeuille van miljoenen assets, bestaande uit telefoons, scooters, wasmachines, koptelefoons, you name it. En het rendement komt dan dus, wordt gegenereerd door de kasstromen, de cashflows die assets genereren. De Size app of platform zou dan kunnen fungeren als een investeringsvehikel of financieringsplatform waar vraag en aanbod van financiering elkaar kunnen vinden. Je zou het kunnen zien als een soort fonds. En zo kan de Size app dus ook afhankelijk van het risicoprofiel van een financier assets kunnen zoeken die erbij passen. Bijvoorbeeld als je scooters zou neerzetten in een nieuwe wijk, hebben die een hoger risicoprofiel dan als je scooters gaat neerzetten in een bestaande wijk of op de Zuidas, waar je al heel goed weet wat de gebruikspatronen zijn. Dit creëert dus een enorme diversificatiemogelijkheid. Risico's die nu per bedrijf worden behandeld, kunnen zo gediversificeerd worden en risico's zo gemitigeerd. Wat een woord, diversificatie. Goed, zo wordt dus een diverser financieel systeem mogelijk, waarbij dus iedereen kan meedoen in een snel groeiende sector. Van gebruikers die hun spaargeld willen beleggen, tot institutionele beleggers die direct in circulaire assets kunnen beleggen. We kijken zo dan echt op een andere manier naar schaal. Schaal die gaat dus voorbij het individuele bedrijf, voorbij ketens zelfs, terwijl er wel plek is voor kleine spelers. Want vele kleintjes zijn ook groot. We denken hiermee wel heel ver vooruit. En we zullen eerst echt nog wel flink moeten gaan experimenteren met techniek en met behoeftes van consumenten en circulaire markten die zich nog ontzettend moeten gaan ontwikkelen. Maar ik denk wel dat we met zo'n soort platform echt een vliegwiel kunnen zijn om het circulaire model aan te zwengelen. Want de tickets die nu nog te klein worden gevonden door traditionele financiers kunnen zo groot worden. En de risico's waar nu nog te weinig controle over is, kunnen zo beter inzichtelijk worden gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat onze financiers aan tafel hiervan vinden. Dankjewel. Dankjewel, Elisa. Voor je, mogen we wel zeggen, visionaire verhaal. En wat ik het leuke eraan vind, is dat eigenlijk de eerste jaren dat we naar de financiering van de circulaire economie gekeken hebben, was het vooral constateren van, het is een ander beestje, er zijn dingen anders. En dat is ingewikkeld voor de financiële sector. Dan, hoe kun je dat een beetje repareren? Dit is toch een beetje een soort van intellectuele judo die je hier hebt gedaan. En geprobeerd om eigenlijk een hele andere manier van kijken neer te leggen, waarin die eigenaardigheden van de circulaire ondernemers misschien ook wel juist een kracht kunnen worden als het gaat om ook het verkrijgen van financiering. Dat is de theorie, dat is het concept. We zitten hier aan tafel nu voor de harde reality check met twee financiers. De eerste, Hein Brekelmans, het klinkt bijna als een collega van mij, Sustainable Finance Desk van de ABN AMRO. Welkom. Misschien Hein, kun je heel kort zeggen, wat doe jij bij ABN AMRO? Ja, wij zijn een afdeling die binnen de zakelijke tak van ABN AMRO probeert onze klanten te helpen om duurzamer te worden. En dat doen we met onze relatiemanagers. Dus door ze ten eerste te leren wat de moeilijke onderwerpen, circulaire economie, biodiversiteit en dat soort onderwerpen allemaal überhaupt zijn. Want als ik tegen Pietje van kantoor, als ze zegt, jij moet met jouw klant gaan praten over circulariteit, dan zegt hij, kom maar eerst maar eens uitleggen wat het is. Dus dat is één. Verder proberen we proposities te ontwikkelen. Nou, daar zou dit mooi in passen. En als propositie, derde, dat is een aanbod vanuit de bank? Een product vanuit de bank. Dus bijvoorbeeld een groene lening. Een lening met een bepaalde korting omdat het groen is. Dat is een heel simpel voorbeeld, maar zo'n platform zou ook een voorbeeld kunnen zijn.
En het derde wat we doen, en dat is een steeds grotere aandachtsgebied aan het worden, dat is de wet en regelgeving die vanuit Europa op ons afkomt. En die heel noodzakelijk is, maar ook heel veel tijd en aandacht van ons vergt. Dus, ja. En wat je nog niet noemt, is dat je ook een werkgroep voorzit, ja, van allerlei financiële instellingen in Nederland die kijken hoe ze die circulaire economie beter ja, financierbaar kunnen maken. Ja, dus en die werkgroep heet Creëren Gelijk Speelveld. En daar zou dit een heel mooie aanzet toe kunnen zijn, inderdaad. En het mooie ervan is dat we dat met andere partijen doen. Met InvestNL, met de Rabobank, met ING. Dus daar doen alle partijen doen aan mee. Ja, hartstikke mooi. En aan de andere kant, Annemarie Rakhorst. Een beetje de koningin van de circulaire economie in Nederland. Dus zeker dus een hele feestelijke week. Hè? Dat is de week van de circulaire economie. En volgens mij ga jij van bijeenkomst naar bijeenkomst. Ja. Dus heel blij dat je er bent. Maar vooral ook, je bent ook een ondernemer zelf. Maar ook een financier. En dat is natuurlijk waarom we je hier nu aan tafel hebben zitten. Kun je iets zeggen over met name die financieringsactiviteiten van jou? En ik geloof dat je zelf een informe rol die eigenlijk heel goed werd beschreven al. Van mensen die eigenlijk vanuit idealisme en ondernemerschap andere ondernemers helpen. In de moeilijkste fase om financiering te krijgen. Ja. Ja. En wat voor soort van... ja, ik denk het wel. We gaan er zo nog wat dieper op in. Maar wat voor soort van bedrijven heb jij in geïnvesteerd? Nou, onder andere Felix, zoals die hier aan tafel zit. Maar was jij dan een van die eerste equity of de eerste obligatie-investeerders? Allebei, denk ik. Oké. Okay. Zowel in de obligatie... Chelsea van alle markten thuis. Ja, ja, in de obligatie als in de equity. En wat daar eigenlijk achter zit is dat we van bezit naar gebruik willen, wat heel goed in de presentatie van Elise zit. Omdat er natuurlijk heel veel vergaderruimtes, koffersets, boormachines, auto's, scooters en allerlei andere spullen die we gebruiken de meeste tijd stilstaan. Vaak veel meer dan 90%. En op het moment dat je dus daar naar een veel hogere bezettingsgraad kunt gaan, veel hogere gebruik, dan is dat veel duurzamer. Maar dat is heel nieuwe bedrijvigheid voor de financiële sector. En dat betekent dat het een heel hoog risico is. Dus op het moment dat je in Nederland gaat ondernemen en je bent MKB'er, dan heb je sowieso al een heleboel risico's op je dak gestapeld gekregen, omdat je MKB'er bent, vanuit het toezicht en vanuit de banken. Dus dat level playing field is er heel goed om daaraan te werken. Want de risico's die dus worden gezien vanuit de financiële sector in het toezicht richting MKB'ers, veroorzaken dat alles wat je wil financieren heel veel duurder is. En stel je dan nog voor dat je in een nieuwe soort van bedrijvigheid gaat zitten als gebruik in plaats van bezit. Als jij een bedrijf zelf bent, wasmachinefabrikant, neem maar even, die niet meer zijn wasmachines verkoopt, maar houdt om vervolgens te zetten bij mensen, dan krijgt die balansverlenging. Nou, daar zit echt geen bank op te wachten. Dus er zijn allerlei financiële zaken die we nog op moeten lossen voordat we heel goed naar die circulaire economie kunnen. En het onderzoek wat Elise heeft gepresenteerd adresseert eigenlijk wel de grootste issues. Dat eerlijke level playing field, dus dat je vanuit collectiviteit assets kunt gaan financieren. Dat zal ervoor zorgen dat de financiering veel goedkoper wordt voor die assets, van de assets. Maar ook het eerste, dat in principe dus een scooter of een wasmachine niet meer gekocht hoeft te worden door het bedrijf die de delen daarvan mogelijk maakt, dat betekent dat hij veel minder vreemd vermogen nodig heeft en dus veel sneller kan groeien. Dus als je nu internationaal gaat en nou ja, eerst moet je nationaal jezelf nog maar eens bewijzen met je circulaire business case. Je krijgt allemaal risico opslagen op de financiering die je vraagt. En dat is voor de banken heel goed uitlegbaar. En dat heeft ook alles te maken met het toezicht. Maar het onderneemt natuurlijk veel moeilijker met een veel duurdere financiering dan wie dan ook eigenlijk. Ja,
Ja, nou en gelukkig zijn er dan informal investors zoals jij zelf, die dan nog wel wat kunnen doen in die hele vroege fase. En je sprong eigenlijk al naar de ultieme aanbeveling van Elisa. Om een systeem te creëren waarin eigenlijk iedereen in die individuele assets van de circulaire ondernemers kan investeren. En op die manier eigenlijk het geld op tafel te brengen. Je gaat je bijna afvragen, waar hebben de banken nog voor nodig in dit alles? Tegelijkertijd, die hoor je al. Jullie zijn een van de grote spelers in de financiële wereld. Ik denk, Annemarie heeft al veel gezegd over de rol van toezicht die het voor jullie moeilijk maakt. In hoeverre, misschien voordat we bij dat eindbeeld komen. Stap 1 die Elisa schetste was, vanuit zo'n systeem komt gewoon heel veel data. En ook dat kan voor een bank, voor andere financiers gebruikt worden om de risico's beter in te schatten. En dus eigenlijk makkelijker tot financiering over te gaan. Is dat een soort van visioen wat je denkt dat reëel is? Dat circulaire ondernemers door het gebruik van SAIS of andere platformen dat soort data boven tafel krijgen? En dat jullie zeggen als bank, nou dat maakt een aantal dingen wel financierbaar die op dit moment gewoon nog niet te doen zijn. Ja, zeker. Alleen de vraag is op welke termijn. En wat kunnen we met de data en welke systemen hebben we daarvoor nodig? En dat is toch wel heel lastig. Maar dat je met data beter een risico-inschatting kunt maken. Want Elisa zei net heel mooi, ik vraag jullie allemaal om vooruit te kijken. Nou, wij bankiers staan erom bekend dat we altijd achteruit kijken. Laat staan dat we heel ver vooruit gaan kijken. Dat vinden we gewoon heel erg moeilijk. Maar als je dat met data kunt doen, dat zou enorm helpen. Want wat we nu doen is stoppen in een systeem de historische financiële data van een bedrijf, als je daar tegenover kunt zetten, ik ga de toekomstige data van assets, dus de gebruiksdata in systemen stoppen, dan gaat dat zeker helpen. Maar het is wel echt toekomstmuziek. Dus echt, we zijn daar nog niet klaar voor. Ja, maar tegelijkertijd is het nog niet helemaal toekomstmuziek. Want we hoorden net van Felix dat die al met hun bank data delen op dit moment. Ja, dat klopt. En wij hebben ook enige ervaring met wasmachines. En daar hebben we ook meegekeken op de data. Maar dat is het meekijken op de data van de klant. Maar het is niet dat wij een systeem hebben waar we naast Felix van nog 100 andere bedrijven de data in gaan stoppen en daar vervolgens op basis daarvan kunnen gaan financieren. Dus wat we doen is meekijken op data en daarvan leren. Dus we staan echt nog aan de vooravond van het data-based. Dus op basis van data daadwerkelijk gaan financieren. Dus het is echt leren wat we doen. Het is niet dat we onze beslissing kunnen baseren op de data. Ja. Ja, en wat ik ook eigenlijk meenam van het gesprek met de ondernemers was dat zij volgens mij allebei een eigen platform hadden ontwikkeld. Nou, is het SAIS-platform. Ja. Er zijn waarschijnlijk wel meer platformen. Is dat dan ingewikkeld dat iedereen een eigen platform heeft? Of valt dat allemaal wel aan elkaar te koppelen binnen de bank? Nee, dat valt niet aan het. Nee, maar ik zou zo'n platform als SAIS zou ik enorm toejuichen. Alleen wat je vaak ziet, dat je ook in de wereld van duurzaamheid, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar circulariteit, heb je de metrics. Daar is nu ook een soort van competitie rondom grote bedrijven. Wie heeft het systeem waarmee we circulariteit gaan meten? Dat zou je dan bij zijn. Dus je moet dan, wat mij betreft, met zo'n platform ook zeggen, je gaat met de financiële industrie, dus ga je de handen in elkaar slaan. Dan ga je zeggen, dit gaan we groot maken en hier gaan we ons hard voor maken. Eigenlijk de financiële industrie als een standaardzetter hier. Wat bedoel je met een standaardzetter? Nou, jij zegt dat je als financiële industrie zegt van, hier kiezen we voor, dit gaan we groot maken. Mm-hmm. Dan ben je toch de facto eigenlijk de standaard aan het zetten? Nou ja, kijk, als je het dus voor elkaar krijgt om daar de grote partijen op aan te haken met wasmachines, met koptelefoons, met scooters, you name it allemaal, dan zou ik daar wel een warm pleitbezorger voor zijn dat we daar als financiële sector met z'n allen achter gaan staan en dan dat groot gaan maken. Ja. Zeker. Ja. Oké, okay, nou dat is in zekere zin, hè, want dat hoor ik jullie zeggen, het ideaal. Maar Annemarie heel graag reageren. Ja, dus het is natuurlijk niet het luxe dat iedereen zijn eigen platform bouwt. Nee. Dat doen ze omdat het er niet is. Exact. Ja. Dus dat kan je daarna wel zeggen dat het in de weg zit. Maar dit is natuurlijk wat er gebeurt in een opkomende markt. Iedereen moet daarin zijn eigen ding bouwen tot je een bepaalde vorm van standaardisatie hebt. Ik zeg ook niet dat ze het niet moeten doen. Nee, dat snap ik ook. Maar oorzaak en gevolg zijn hier net wel
Het is dat het er niet is, dus gaan bedrijven het zelf bouwen. Ja. En dan krijg je dus concurrerende systemen. Net zoals je in opkomende markten altijd concurrenten krijgt. En op een gegeven moment gaan die elkaar overnemen en worden er een aantal uitgefaseerd. En dan normaliseert die markt zich. Ja. Dat lijkt me een redelijk normale ontwikkeling ook voor een nieuwe markt. Het mooie van het size is natuurlijk, want je hebt een aantal barrières op weg naar de circulaire economie. Als je dat vergelijkt met een lineaire economie. En het samenwerken in de keten. Ik heb zoveel sessies meegemaakt in de afgelopen tijd met het samenwerken in de keten. Maar als je dan kijkt dat er in een keten gewoon altijd... Je bedoelt sessies met ondernemers die samen gaan werken in een keten? Ja, want dan werd er gezegd van jongens, circulaire economie, samenwerking in de keten. En dan ging je allemaal in zaaltjes zitten. Hoe ga je dat dan doen? Maar er zitten altijd partijen in die keten die meer geld verdient dan de rest. En die denken bij zichzelf, ja, ik hou elkaar op de borst. Waarom zou ik gaan samenwerken in die keten? En dat vind ik het hele mooie in dit verhaal. En dat is namelijk ook niet dat Zanussi of Miele of AEG er baat bij heeft om veel wasmachines te kopen. Als je dit helemaal doordenkt, dan hebben zij baat bij schone was. Hoe meer schone was, hoe meer geld er verdiend wordt. En dat vind ik wel echt het... En dat zit dus echt in die keten. En dat bereik je niet met platformen van individuele bedrijven. Dat vind ik het mooie van dit platform. Ja, ik ook. Ja. Hey, en met zeg maar de historische werkelijkheid waar we nu in zitten, dat je al die verschillende systemen hebt. Denk één stap die we geïdentificeerd hebben is van dat het zou wel goed zijn als dat meer naar elkaar toe gaat groeien. Wat zijn andere stappen die eigenlijk gezet moeten worden om uiteindelijk dat ideaalbeeld te gaan realiseren? Ja, ik denk dat er één hele grote transitie mee draait en die noemt Elise ook. Dat is natuurlijk grondstoffen. Dus data voor financiering is ontzettend handig en belangrijk. Het geeft heel veel keteninzicht, maar dat willen we nou juist ook als het gaat om grondstoffen. Dat is op dit moment niet zo. Bedrijven hebben geen grondstoffen boekhouding. En alle grondstoffen die in producten of in andere producten en dan weer andere producten hoop je dan terecht te komen, kun je niet registreren en bijhouden. En dat is wat we ook gaan doen met elkaar. Want al die schaarse aardmetalen die in batterijen zitten of in wasmachines zitten, al die schaarse materialen, die willen wij in de kringloop houden. En daarvoor moet je dus alle materialen die erin gaan over heel de keten, ook in het gebruik en dan weer het hergebruik, ook aan elkaar gaan koppelen. En volgens mij gaan die twee vragen heel erg duwen naar dit soort systemen toe. Dus ik denk dat het gaat helpen dat er meerdere systeemveranderingen zijn waar die vraag naar informatie en data zo ontzettend groot is. En dat dit niet de enige is. Dus dat je heel erg gezamenlijk kunt gaan optrekken. Ja, en mag ik daar dan aan toevoegen dat je ervoor moet zorgen dat die materialen die erin gaan, dat die door middel van belastingen gewoon meer waard worden? Voilà. Want je moet als wasmachinefabrikant denken van hey, die spullen die ik in deze wasmachine aan het stoppen ben, die zijn heel veel geld waard. En die wil ik er ook op een goede manier weer uit kunnen halen, want dat zijn hele dure materialen. Dus dan, maar ik ga niet het belastingverhaal houden. En hier komt heel veel wetgeving op. Ja. En dat gaat ontzettend duwen naar deze verandering toe. Ja. Dus nu wordt de wetgeving vanuit Europa voorbereid. Dat is Right to Repair. Dat gaat dus ervoor zorgen dat een deel van Elise's probleem, en ons probleem trouwens, wordt opgelost dat het alleen maar gaat om afzet. En dan ook nog slechte afzet soms. Dus dat producten worden gemaakt om kapot te gaan. Nou, dat wordt in ieder geval verboden. Maar ook producten die op de markt worden gebracht, krijg je een verplichting om repareerbaar te zijn. En wij zijn nu de lobby aan het aangaan om dat ook te laten delen. En dan krijg je dus een wet die right to share en right to repair gaat regelen. En dan gaat het snel. Want heel veel van de duurzaamheidswetgeving en de milieuwetgeving die wij in Nederland hebben, komt allang vanuit Europa. Ja, helemaal eens. En nu heb je het Sustainable Product Initiative, wat vanuit Europa wordt aangevoerd, gaat ook al dit soort dingen regelen. Dus die transities die gaan elkaar helpen in de versnelling, denk ik. Ja, je hebt nog dat Extended Producer Responsibility van een paar jaar geleden. Dat heeft ook enorm geholpen inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk wat je op dit moment ziet, is dat, dat eigenlijk de doelstellingen voor circulaire economie, die zijn er wel, die zijn hoog. Ja. Maar die halen we bij lange na niet. Nee. En eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is van
je ziet nu wel echt in Europa, omdat ze daar die doelstellingen ook hebben opgenomen, dat er nu allerlei wetten eigenlijk aan zitten te komen die echt de circulaire ondernemers die wind in de zeilen gaan geven. Ja. En wat misschien ook wel, want dat is een beetje mijn beeld, maar dat laat ik graag door jullie corrigeren, is dat we een beetje met een kip-ei probleem zitten als het gaat om het gebruik van een systeem als Size en om financiers daarop aan te sluiten, omdat het voor financiers eigenlijk pas interessant wordt als het een bepaalde schaal heeft. Dat je gewoon weet, denk aan het laatste plaatje wat Elisa liet zien, van je kunt gewoon kiezen, ga ik in de wasmachines, ga ik in de mopeds, ga ik in andere producten. Maar op dit moment is die markt er niet. Dus voor financiers, die stappen daar niet in. En omdat die financiers er niet zijn, is het ook eigenlijk voor die circulaire ondernemers weer de vraag van, ja, ga ik me nou bij zo'n Size aansluiten? Ga ik al die moeite daarvoor doen? En zou dit nou een beetje de gamechanger kunnen zijn dat de komende jaren dat eigenlijk een soort van positieve dynamiek gaat geven? Ja, ik denk het wel. En er is natuurlijk niks mis met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hè? Dus vanuit de financiële sector aan het begin van deze verandering instappen. En ook de middelen uittrekken om dit mogelijk te maken. Het lijkt me echt heel erg passen bij deze tijd. Dus van ondernemers wordt een enorm risico gevraagd. Nou, financiële sector kan ook best een risico nemen. Want risico-avers gedrag, dat is er voldoende. En zeker in Nederland. En zeker ook wel in de financiële sector, als ik heel eerlijk ben. Dus we zijn een ontzettend rijk land met hele slimme mensen. Maar we gaan die grote veranderingen die we graag voor ons willen zien niet maken door geld op de bank te zetten tegen 0% rente onder het idee dat we dan veilig zijn. Dat is juist het tegenovergestelde van veiligheid. Hein, dan misschien. Ja, ik voelde me aangesproken. Woord, aan jou, ja. wat gaat de bank doen? Ja, wat gaat de bank doen? Kijk, het meekijken op een dergelijk platform en daar op een gegeven moment instappen. Maar ik vind ook echt dat we dit als, dat zei ik net ook in de voorbespreking, ik vind dat we dit als financiële sector met z'n allen zouden moeten doen. Ja. Dit zou niet het platform van ABN AMRO of de Rabobank of I don't know, moeten worden. Misschien moet je het zelfs wel Europees doen, maar ja, dan wordt die wel heel complex, denk ik, om alles bij elkaar te krijgen. Maar ik vind zeker dat we daar, kijk, ik vind, we hebben de mond vol van circulariteit, dat we dat belangrijk vinden. Dan zou je daar ook boter bij de vis moeten doen en ook daadwerkelijk mee moeten investeren. Ja. En of we dat daadwerkelijk doen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar weet je, dat kun je niet toezetten. Ja, zeker. Ja, ik zou daar zeker mezelf hard voor willen maken. De situatie is in zekere zin goed, want de banken zitten al bij elkaar in jouw werkgroep met een InvestNL erbij. Nederlandse pensioenfondsen zijn ook geïnteresseerd hierin. Ik ga eventjes naar de ster van de avond, Elisa. Je hebt deze discussie gehoord naar aanleiding van jouw presentatie. Ook een hoop ideeën over wat eigenlijk de volgende stappen zouden kunnen zijn. Mm-hmm. Wat zijn jouw gedachten daarover? Zijn er dingen die je hebt gehoord dat je denkt van yes, daar gaan we op voortbouwen? Zijn er hele andere dingen die je zelf denkt dat er moet gebeuren? Ik word heel positief eigenlijk van de reactie van deze avond. Ik had eigenlijk verwacht dat het veel meer de tendens zou zijn van ja, superleuk idee, maar moeilijk. Dus die neem ik alvast mee. Ik moet ook Charles echt bedanken, want ik heb echt de beste leus gehoord deze avond. En dat is namelijk one size fits all. Want dat is natuurlijk wel wat een grote vraag is, die volgens mij nu nog een beetje in de ruimte hangt van hoe doen we dat samen dan? Dus eerst voor de ondernemers. Het doel van het platform is natuurlijk de kapitaallasten verlagen voor circulaire ondernemers. Maar ook de waarde verspreiden over een veel grotere groep mensen. Dus niet alleen maar bij de grote, maar ook bij de kleintjes. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook die schaalbaarheid door standaardisatie. En daarvoor hebben we natuurlijk wel alle ondernemers nodig op één platform. En alle financiers op één platform. En dat is natuurlijk, dat is wel echt het doel ook waar we Size op hebben bedacht. En daar zitten heel veel interessante dingen in. Ook over privacy van data en hoe je omgaat met concurrentie. Maar dat is natuurlijk ook nog een heel belangrijk om daarmee te gaan oefenen en te zien wat ondernemers nodig hebben. En ja, want voor het doel van een circulaire economie zul je ze wel, is concurrentie goed. Dus daar moeten we denk ik een soort van de sweet spot gaan vinden. En natuurlijk worden nu eigen platforms gebouwd bij iedereen, maar dat is denk ik niet het ideale eindplaatje.
Ja, en ik denk dat als financiers willen meedoen en dit groot maken, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want dan kom je er dus. Dan wordt het gewoon one size fits all, schaalbaar, kleine, grote, iedereen doet mee. En dan krijgen we uiteindelijk een circulaire economie. Dus ik ben zeer optimistisch gestemd. Heel mooi, dankjewel Elisa. En volgens mij deze avond geeft er ook alle reden toe. En heel veel dank voor je onderzoek en je mooie werk bij het Sustainable Finance Lab. Want volgens mij was het net ook al in beeld dat jij nu voor jezelf begonnen bent in het Circular Finance Lab. Dus je bent niet heel ver weggegaan. Nog een mooie nieuwe term erbij. Sustainable Finance Desk Lab, Circular Finance Lab. Precies, ja. Zo moet het gaan lukken. Het is alweer 9:00. Dat betekent dat wij de uitzending gaan stoppen. We gaan hier bij Pakhuis de Zwijger nog even door met het publiek om hier verder over door te spreken. Dus iedereen thuis, heel veel dank. Alle sprekers ook heel veel dank voor jullie komst. Jullie bedankt.